Bij deze nodig ik u graag uit voor onze training day I Love SharePoint op 22 november te Xilos Brussel. Deze bevat verschillende parallele sessies waarbij u kan kiezen uit tal van interessante topics voor beginners en voor personen die zelf een SharePoint-site moeten beheren. Wist u bijvoorbeeld dat in vele bedrijven het gebruik van folders in SharePoint niet aangewezen is of zelfs helemaal verboden? In SharePoint structureren we niet op basis van folders, maar van metadata. Ontdek het belang van metadata, zodat we met behulp van views dezelfde gegevens op verschillende manieren kunnen bekijken. Ook het zoeken in SharePoint vraagt soms enige verduidelijking. Misschien wil u ook wel eens weten waarom sommige documenten in zoekresultaten verschijnen, terwijl ze niets met uw zoekopdracht te maken hebben. Of misschien wilt u uw site voor de eindgebruiker overzichtelijker maken door gebruik te maken van afbeeldingen om gemakkelijker te navigeren doorheen de verschillende pagina's. Dit en talloze andere onderwerpen komen aan bod in onze I Love SharePoint opleiding. Aarzel dus niet en schrijf u vandaag nog in.